Sex on the Beach is de... Oh god, oh. I'm pretty happy with my bad boys. Deze vakantie ga ik voor lust, niet voor liefde. Hoe vond je het om jezelf zo terug te zien net? Ja, gek eigenlijk. Ik vond het redelijk gênant, awkward. Ik heb niet zoveel schaamte wat betreft hetgeen wat ik zeg. Maar ik heb meer continu het gevoel van, ziet jouw hoofd er vanaf de zijkant zo uit? Waarom doet jouw wenkbrauw dit? Waarom doet jouw bovenlip dit? Ik kan niet slechter uitzien dan ik daar uitzien of uitkomen, zeg maar. Uitzien, uitkomen, wat je wilt. Ik was gewoon eigenlijk een draak. Ja, ik ben er niet gewoon van mezelf op zo'n scherm te zien. En dan zie je nu hoe dat je eruit ziet in Thailand in 40 graden. Zweten tot en met en toch nog op camera. Kom, even normaal. Het programma dat zit, ja, kan wel zeggen, vol met drama. Zoek je dat een beetje op ook? Of? Drama? Nee, maar ik hou niet van drama. Drama is voor vrouwen, man. Drama is inderdaad wel gewoon een wederkerend dingetje in mijn leven, ja. Ik kom heel lief binnen, maar ik hou wel van een beetje stoken. Want vrouwen zijn echt gemeen en vies tegenover elkaar. Achter hun rug, in hun gezicht. Zijn echt smerig. Wij mannen zijn wat riller naar elkaar. Wij vrouwen zijn op een gegeven moment ook gewoon klaar met de dikheid die jongens kunnen zijn. Drama time! Dit seizoen is er meer seks dan dat er drama is. Meer seks dan drama? Oké, die vind ik interessant. Er is wel drama, sowieso, maar er is meer seks dan dat er drama is. Ja, aan hoeveel vrije partijen moet ik denken? Ongeveer? Ja, op een gegeven moment was er ook een quattro en zo, dus ik kan het, ik weet het niet. Er was een feestje vanavond. In de 20s ook. Heb je veel gedronken? Soort veel gedronken. Echt, ja? Maar 3 weken aan een stuk drinken, dat is echt... Een aanrader? Dacht ik van, ik ga een levertransplantatie nodig hebben of zo, want wow. Ah, ik ben de hele vakantie gedronken geweest. Je bent nog steeds op vakantie, of niet? Wat is het domste wat je hebt gedaan toen je dronken was? Ja, dingen zeggen, man. Ik denk dat je elke avond wel iets dom doet. Ik ben iemand heel vluchtig dan en iemand heel fantastisch dan. Ik probeer altijd vriendelijk tegen iedereen te zijn en ik probeer nooit een oordeel over iemand te velgen. En dan is er dronken ik. En dronken ik is gewoon mijn tweede personaliteit. En dan weet ik gewoon niet wat ik doe. Welke? Ik trek het niet meer. X. Is. Wat is dit? Next. Denk je dat ik een goede kans maak als kandidaat? Ja. Yeah. Ikke. Goh. Nou, waarom? Hij kijkt heel kritisch. Qua uiterlijk denk ik dat je wel in het plaatje zou passen. Jij? Yeah. Ik? Ja, ja? Ik denk het wel. Oké. Okay. Je zegt het heel overtuigend, waarom? Ik vind je wel een knappe jongen. Nou, dankjewel. Dat... Als jij mee had gedaan, was ik misschien van hetero naar homo gegaan. Mag je dit zeggen? Ik denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Is en, goed. En dan wil ik niet mijn hartsvriendin buiten het spel zetten. Niet? Nee, dat zou ik nooit doen. Wat zeg je dan dat je een trio wil? Ja. Maar, zo, die ging je snel uit. Ja, maar goed, als zij ja zegt, zeg ik ook ja. Oké, nou dan blijft mijn antwoord in het midden liggen. Gaan we ons opgeven voor seizoen 4? Wie weet, ben ik te zien in seizoen 4? Ja. Wie weet? Kijken, is goed, dankjewel. Ik ben niet de enige die naar de klote gaat.